Goedemorgen. Nou, ik ben net wakker. Dat kunnen jullie wel zien. Ik ben niet opgemaakt. Maar zoals jullie weten, mijn vader, die heeft dus een weiland en kippen en paarden en ganzen en allemaal die shit. Maar nou is er iemand waarschijnlijk in de wei geweest, die heeft een kip de kop eraf getrokken. Nou kijk, ik heb 10 jaar bij de dierenbescherming gewerkt en vooral voor vogels. En ik weet zelf eigenlijk dat als een roofdier eigenlijk een dier aanvalt, dat hij het dan ook meeneemt. Hij eet het dan op of hij neemt het mee en er moeten ook altijd veren liggen. Van een gevecht natuurlijk. Nou, er lag dus geen gevecht. Of er lagen dus geen veren. Alleen de kop lag eraf van de kip. En de overgebleven eitjes en kuikentjes. Nou, de eitjes zijn niet meer uitgekomen. Maar we hebben een paar eitjes kunnen redden. Die waren aan het uitkomen. En ik heb ze mee naar huis genomen. En ze zitten nu hier 2 dagen. En het gaat uitstekend met ze. Ik heb een warmtelamp gekocht. Ik heb kuikenmeel gekocht. En eentje van de kuiken, of één van de kuikens, die noem ik Elvis. Want die heeft een kuif. Die is zo leuk. Ik zal je de kuikentjes even laten zien. Hier komen ze. Hey. Kijk, waar is Elvis? Elvis, ja. Oh, hier vooraan, bij de lamp. Kijk, daar loopt hij. Dat is Elvis. Die is zo leuk. Ik heb hier net wormpjes ingegooid. Maar ze eten het niet. Maar ze zijn het graven. En Joël, die vindt het maar interessant. Hè, Joël? Ik heb ze nu in een grotere bak gedaan. Kijk. Groter. Want ze zaten eerst zaten ze hierin. Met een lampje en zo. En ik denk, weet je wat? Laat ze maar wat groter zitten. Ja. Dus ik denk zelf dat er iemand in de wei is geweest. Die weet ik veel wat was aan het doen. En die dan de kip de kop eraf heeft getrokken. Nou, dat is toch eigenlijk niet normaal? Dat is toch niet normaal dat iemand dat doet? De kip de kop eraf trekken? Nou, als ik dat zou zien... Wel, ik zweer het je, ik pak een biljartkeu. Ik douw die bij hem achter in zijn sterretje. En ik zweer het je, ik douw hem helemaal door. Dat hij nooit meer zoiets doet. Die uitgeteerde hondenkop. In ieder geval, het is mooi weer vandaag. Het is vandaag 31 graden. Ik heb een nieuw pakje aan. Kijk, mooi. Leuk, hè? Ik heb me alleen niet opgemaakt. Maar met dit weer heb ik eigenlijk helemaal geen zin om op te maken. Ja, mijn wenkbrauw moet ik eigenlijk verven. Maar ja. Nog even naar de keukens kijken. Kijk, dit is Elvis hier. Dit is een kuifje. Nou goed, ik laat ze slapen. Kom, Joël, laat ze maar lekker slapen. Dan hebben we hier nog de nieuwe uil, maar die hadden jullie denk ik al gezien. Gaan we ze eventjes van dichtbij bekijken. Ik hoop niet dat ik in de stront trap hier. Oh, hij heeft zich helemaal als een stokje opgezet. Waar is die? Oh, daar. Kijk, hier zit hij. Oh, dat is wel leuk hoor. Hey. Hallo. Oh. Wat leuk. Wat is? Joël.
hij heeft hier een veertje kapot. Oh. Kom eens op mijn hand. Kom. Oh, je hebt honger. Kijk, hier zitten allemaal vliegen op. Gadverdamme, allemaal dode beesten. Ik zal eens eventjes de muizen pakken. Of de muizen, weet ik veel wat het zijn. Niet schrikken hoor. Het zijn niet de kuikentjes die wij in de wei hebben. Maar het zijn gewoon diepvrieskuikentjes die je gewoon haalt bij een... ja, weet ik veel. En het ziet er dus zo uit. Kijk. Die zijn dus vergast. Ik weet het niet. Maar ik vind het ook eigenlijk heel erg zielig. Maar ja. Mijn moeder wil graag een uiltje hebben. Ik niet. Ik hou niet zo van de uilen. Ik hou er wel van. Ik vind het prachtige beesten. Maar zo'n beest vind ik dan. Hoort gewoon vrij in de natuur. En niet in een kooitje van 5x5. Want dat is gewoon te klein. Nou, ik zal eens kijken als die honger heeft. Kijk eens wat ik heb. Hier, ik leg hem hier neer. Of zal ik hem zo neerleggen? Oh. Of zal ik hem hier neerleggen? Kijk. Hij ligt daar. Oh, je bent kijken naar mijn hond. Kom maar. Kom maar. Hij denkt, wat is dat? Weet je wel? Hij denkt, wat is dat? Nee. Leuk dat hij zich zo smal maakt en dan die horentjes of die pluimpjes, echt leuk. En hier zit de kerkuil van mijn moeder. Die zit daar. Kijk. Ja, die is gespannen aan het kijken. Hij daar is heet naar die honden kijken hier. Nou, ik zal... Oeh, nou. Dat was het dan voor vandaag. Blijf vooral kijken. Tot ziens.